One, two, three. In 2 minutes we start bombing the Soviet Union. Maar ja, dat vertrek dacht ik van, dat je dit opgeeft. Hè? Ja, maar hij moest weg, hè? Voor een klein beetje goedkope seks. Met Van Rossum, kunt u mij horen? Ook als je badkamer lekt, bel Remkes. Het is duidelijk dat hij... Misschien kan hij ook zijn apparaat uitbreiden. Dat het eigenlijk een soort uitvoerend ombudsman wordt. Zoiets. Ja, ja. Wat vond je van zijn rapport? Ik heb niet gelezen, want ik was in Erfurt. Sterker nog, ik was een hele week in Duitsland. Dus ik heb niet gelezen. Je hebt daar andere dingen te doen. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb begrepen dat het door velen, ook mensen die aanvankelijk toch zeer vijandig stonden ten opzichte van de hele onderneming, wel een prijzenswaardige onderneming werd gevonden. Ja, ook Farmers, Farmers Fans? Ja, wel, die begonnen geloof ik meteen weer te dreigen dat bij gedwongen uitkoop dan gingen ze de boeren opblazen. Nou ja, we zullen zien hoe het af gaat lopen. Er zal uiteindelijk gewoon heel effectief iets aan gedaan moeten worden. Hmm. En dat helemaal met vrijwillige uitkoop gaat gebeuren, dat voelt iedereen aan zijn water. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Hmm. Dus dan zal wel wat gedwongen uitkoop moeten plaatsvinden. Ja, maar zij zeiden wel inderdaad ook die hele kritische boeren. Van, we zijn goed behandeld door Remkes. Ja, zeker. En met empathie, je ziet, nou ja, kennelijk is het kabinet er tot op heden niet in geslaagd om de juiste empathische toon te vinden. Ja, ja. En wat vond je van de uithaal? Ja, zo mag je het toch wel noemen, naar die Christiane van der Wal, die flink te langs kreeg met dat kaartje, dat geen goed idee was. Ja, dat kaartje. Ja, dat heeft zij natuurlijk niet zelf getekend op haar hobbykamer. Dat is gewoon een product van het ambtelijk apparaat. Dus zij verantwoordelijk voor? Zij is wel verantwoordelijk, zeker. Maar ik zou zeggen, het ambtelijk apparaat kan best op dit punt dan wel eens worden aangepakt. Dat heeft natuurlijk niet veel empathie getoond. Nee, Remkes zei, weet je, maar zo, laat ik het nog eens zeggen, we hebben het al vaak gezegd, maar het is wel nuttig het alsmaar te zeggen. Het is een oud probleem. Iedereen die er verstand van had, wist dat het een probleem was vanaf de jaren 70. En de regering heeft het eindeloos voor zich uitgeschoven en heeft er geen moer aan gedaan, tot het inderdaad vanzelf een crisis is geworden. Het grote talent van Rutte. Dingen eindeloos uitstellen en voor je uitschuiven tot het een crisis is. Ja, maar ja, goed, als je het zo bekijkt, dan is het dus ook aan de voorgaande kabinetten, ook nog voor Rutte, die je zonder meer. Dus ook Balken en Den Kok. Zonder meer, zeker. Ja. Die hele concentratie natuurlijk op die landbouwsector en de voortdurende schaalvergroting. En het is allemaal hartstikke leuk en je kunt die kennis nuttig verkopen aan de derde wereld, dat is waar. Maar ja, het is bij ons natuurlijk wel uit de hand gelopen. Ja. Remkes zei van dat kaartje, dat als je dat wil, dan moet je daar eerst eens een paar nachten over nadenken voordat je daar echt mee aan de slag gaat. Ja, dat is je hoort opa spreken, hè? Opa Remkes. Jongen, denk er nou nog eens een nachtje over na. Ga nou niet onbesuist van allerlei dingen doen. Wildemans praat en zo. Nee, denk er nog eens een nachtje over na. Ja, je kijkt wel, Tetzink, Willink, Remkes. Ze zijn er wel. Intelligente beleidsmakers of mensen met intelligente ideeën over beleid. Maar jammer genoeg staan ze merkwaardig genoeg aan de zijlijn. Hmm. Jij zou ook in dit rijtje passen als adviseur extern. Nou, ik weet niet of ik dat zou willen, eerlijk gezegd. Want je moet wel... Dan zou er alsmaar iemand met je meelopen en zeggen van, denk er nou nog eens even over na voordat je dit zegt. Dat ben jij dan, die persoon. Op die manier, ja. Ja, ik zou altijd... Misschien bij de PvdA, daar hebben ze ook wat op te lossen met Ariep. Misschien zou jij daar een constructieve rol in kunnen spelen. Ja, we hebben boos gesproken over de aanpak van Ariep. Maar ik begreep toch ook na aanleiding van dat onderzoek van de NRC dat er wel van alles mis was met Ariep. Wat onvergeeflijk blijft, is dat je een onderzoek begint zonder de betrokkenen daarvan op de hoogte te stellen. Wat ik ook raar vind, er waren dus kennelijk enorm veel meldingen over het gedrag van Ariep. Dat we dan alleen hoorden over 2 anonieme meldingen. Dus ja, de hele manier waarop het in de media terecht is gekomen was zonderling. En reden voor verontwaardiging. Maar nu begrijp ik toch dat Ariep hier ook niet wegkomt zonder, laten we zeggen, aanzienlijke schade op te lopen. Nee.
Ze is dus streng in de kamer, maar ook streng achter de schermen, waar ze dus ja, niet heel fijn met mensen omgaat. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ik heb zelf natuurlijk in een heel ander soort van bureaucratische wereld geleefd dan deze klaarblijkelijk is. Ja, maar Den Haag is toch ook een slangenkuil, als je het zo allemaal bekijkt. Ja, maar wat ik gek vind, als je erover leest, dat mensen zich niet in een vroeg stadium verzetten. Dat ze niet zeggen, wacht nou eens even. En laten we er nog eens een nachtje over slapen, om met Remkes te spreken. En wij gaan dat helemaal niet doen. Wij voelen daar helemaal geen bal voor. Het is helemaal in strijd met normale regelgeving. Met fatsoenlijk menselijk gedrag. Maar mensen laten volgens mij veel te veel gebeuren. Maar wat had Ariep hier dan anders in kunnen doen, als je het niet zo bekijkt? Nee, Ariep had duidelijk niet, laten we zeggen, ook als je een verandering, want het ging ook over veranderingsprocessen in een relatief omvangrijk apparaat. Want het apparaat van de Tweede Kamer bleek al 574 mensen in dienst te hebben. Dat je denkt, zo, een soort van supertanker. Ja, er gebeuren ongetwijfeld allerlei ongelukken. Daar moesten veranderingen doorgevoerd worden, begreep ik. En dat had ze niet op een sympathieke wijze gedaan. Ja, ik zou zeggen, het moet mogelijk zijn om dat ook op sympathieke wijze te doen. Ik ben geneigd om te zeggen, bel Remkes eens een keer. En misschien dat hij er iets over zeggen kan. Ja, nou, hij heeft nu weer zijn handen vrij, dus hij zou het kunnen doen. Precies. En dat zij nu de Tweede Kamer verlaat, vind je dat niet een beetje kinderachtig? Nou ja, dat is natuurlijk een emotioneel besluit geweest. Dat begrijp ik dan ook wel weer. Het is hoog opgelopen en je hebt het gevoel dat je enorm beschadigd bent, terecht of niet. Want daar kijken zij natuurlijk heel anders tegenaan dan jij en ik of dan de mediawereld of mevrouw Bergsma. Dat valt lastig te peilen. Het is jammer, zou ik zeggen. Mm. Zoals een goede voorzitter. Ja. Ik denk dat ze vast weer ergens aan de bak komt. Nou ja, ze was natuurlijk, ze zou voorzitter worden van dat parlementaire onderzoek. Vanuit haar functie in de Tweede Kamer natuurlijk, ja. Nee, dat zagen kennelijk ook allerlei mensen helemaal. Daar is het mee begonnen, hè? Toen is al dat gezeik begonnen. Kennelijk zijn waar mensen van, ja, wacht nou eens even. Is zij wel de ideale voorzitter voor een dergelijk gevoelig dossier? Ja. Ja, maar goed, je ziet het met Gerdy Verbeet. Die heeft zich ook geweldig geprofileerd, want die is nu bij Stichting 4 en 5 mei volgens mij de voorzitter. Ja, maar dat is nou een stichting waar ik nou niet fijn hoor, zo moet gedaan worden, maar dat stelt verder natuurlijk geen hout voor. Iedereen is ervoor. Het wordt pas interessant als de voorzitter zou zeggen, nou die 4e mei, daar moeten we nou eens mee stoppen. 5 mei, dat moet ruim voldoende zijn en liefst een half 5 mei, 2,5 mei. Misschien, nou ja. Iedereen is daarvoor, neem ik aan. Ik bedoel, sterker nog, iedereen moet zich stilhouden. Ja, goed, maar er moet ook veel georganiseerd worden. Dus heb je wel een voorzitter nodig van zo'n comité. Ja, ja. Het is wel representatief. Er zal wel een apparaat zijn. Ja, het is wel echt een mevrouw de voorzitter, toch, Gerdy Verbeet? Vind je niet? Maar het is iets totaal anders dan waar we het nu over hebben. Ja. Het is uiteindelijk een rijden toch op een soort luxe spoor. Het is toch een beetje een monumententreintje. Ja, maar ik wil maar zeggen dat Ariep ook wel weer aan een nieuwe functie komt. Oh, vanwege op die manier, haar werk. Zo'n soort functie. Ja. Nou, dat kon wel eens even duren, denk ik. Ja, ik denk dat ze al wat belletjes heeft gehad van mensen. Oh, nou ja. We hebben veel mensen die in Den Haag luisteren, hè, valt mij op. Ik hoorde het nu ook weer bij die missen. Er was ook zo'n man achter de schermen en die zei, ja, ik luister altijd. En het is natuurlijk grappig om misschien meer als buitenstaander dan te luisteren naar wat jij allemaal te melden hebt over Den Haag. Ja, ik ben natuurlijk een uitgesproken buitenstaander. Ja. Ja, ja, ja. Ik moet als ik het Kamergebouw bezoek, word ik nog uitgebreid behandeld alsof ik een levensgevaarlijke radicale jihadist ben. Helaas ben ik ook weer afgetast en moest ik in de bakjes, moest het weer. Moest je ook je schoenen uitdoen? Nee, ik heb natuurlijk zulke lullige schoenen aan. De kans dat je in deze schoenen een handgranaat verbergt, die is niet aanwezig. Ik moest mijn schoenen uitdoen. Je hebt het over het nieuwe tijdelijke Tweede Kamergebouw, hè? Ja, daar deed ik mee aan een quizje. Oh, oké, okay, in dat nieuwe Nieuwspoort. Ja, een van de moeilijkste quizzen. Ik geloof niet dat ik kreeg de vragen van tevoren toegestuurd. Als ik van al die vragen er één moeiteloos had kunnen beantwoorden, was het veel. Ja, ja, ja.
En nog even één ding over dat hele Remkes gedoe. We hebben ook Klaver natuurlijk gehad, hè, met die off-the-record. Ja, kunt je dat op zichzelf. Het was niet erg tactisch om dat zo te formuleren. Maar met zoveel woorden zei hij wat ik, naar ik begreep, ook wel de strekking van het stuk was. Ja, dat we er lang en kort over kunnen praten. Dat het zaak is dat we meer empathie tonen en dat het eleganter gepresenteerd wordt. En dat er iets meer flexibiliteit in ingebracht wordt. Maar ja, dat we de doelen die we in 2030 hebben gesteld wel gaan halen. Nou ja, dat is wat Jesse Klaver met zoveel woorden zei. Laten we vast met beginnen voordat de boeren doorhebben dat het uiteindelijk gewoon gerealiseerd moet worden. Ja, het moet gewoon gerealiseerd worden. Ja. Maar de manier waarop, de modus operandi, die is kennelijk die is gevoelig voor amendering of laten we zeggen, gewoon een nachtje over slapen. Ja. Remkes noemde het bij Buitenhof kwetsende opmerkingen en onparlementair. Dat zei hij ook. Nou, laten we zeggen dat het onverstandig was in de parlementaire context. Ja. Je vraagt je ook af, kijk, het was na een interview volgens mij met het AD en toen stond de camera nog aan. Je kunt ook natuurlijk zeggen van dat weet je. Oh, de camera stond nog aan. Je hebt het met Boekenstein meegemaakt, ja, hè? Ja. Bij de Wereld Daardoor toen. We dachten van Ronald Reagan. Oh ja, dat is ook een bekende. Een bekende geluidstest. Ja. 1, 2, 3. In 2 minutes we start bombing the Soviet Union. Dat zei hij dat, ja. Ja, dat zei hij, ja. Het gekke is dat iedereen woedend was. Terwijl, jouw reactie lijkt mij helemaal juist. Als je zoiets zegt, dan betekent dat je het niet van plan bent. Nee. Ja, je begrijpt, de Russen waren alles. Er komt nog iets achteraan wat het eigenlijk nog erger maakt. Maar, ja, wat je verder van Ronald Reagan mogen denken, hij had wel een gevoel voor humor. Ja, maar bij Klaver denk je toch ook, hij loopt constant daar in Den Haag rond, hij weet hoe het werkt. Moet je niet even wachten totdat je ergens in een kamertje bent? Dit was ook niet heel slim. Ja, nee, dat is waar. Ja. Nou ja, het stond op band en dan ben je altijd de klos. Ja, kijk, Boekenstein die zal nu ook wel nadenken voordat hij weer zoiets roept na een uitzending. Boekenstein is nu zo vrij als een vogeltje in de lucht, hoor. Ja, dat is waar. Dat is waar. Hij doet nog iets van 1/10 hier bij het University College. En hij is opinierend actief. Ja. Dus hij kan zeggen wat hij wil. Ja. Denk je dat hij nog ooit bij de VVD teruggaat? Hij zou gek zijn als hij iets zou doen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat hij, nou ja, het was inderdaad niet gelukkig. Die 2 incidenten. Ja, ik voel mezelf ook nog wel een beetje medeschuldig in die zin dat ik totaal vergeten was dat ik dat microfoontje was bovendien onder mijn trui gemonteerd. Anderzijds stond de cameraman echt op 2,5 meter afstand en dat zie je echt wel, dat dit was niet een geheim klein cameraatje of zo. Nee, dat is gewoon een grote camera. Dus je had het kunnen weten, maar hij was wel erg gretig in het afkammen van zijn fractieleider. Ik heb altijd het gevoel gehad dat, ondanks deze ongelukkige gang van zaken, Arend Jan een gelukkiger mens geworden is doordat hij nu opinierend bezig is. Uiteindelijk is Arend Jan, voelde zich natuurlijk gefeteerd. Hij is in die commissie voor de buitenlandse zaken gezeten en toen werd hij gevraagd als Kamerlid. En je denkt natuurlijk, zeker op die leeftijd, zo'n een tijdje geleden, wat voor u, hè, eindelijk heb ik echt invloed op de dingen. Dat is een bekende illusie die mensen hebben in politieke systemen. De kans dat je echt ergens invloed op hebt is betrekkelijk klein. Maar goed, dus hij voelde zich gefeteerd, maar ik denk dat hij vrij snel beseft heeft dat je bewegingsvrijheid in de Kamer klein is. Dat je in feite nauwelijks iets tot stand kunt brengen, dat het hele complexe systemen zijn. Dus ik denk dat hem dit veel beter past dan een Kamerlidmaatschap. Ja, waarom is hij toen uiteindelijk weggemoeten? Wat was dat ook alweer voor voorbeeld? Dat was een tweede incident. Dat kwam na dit gebeuren bij de Wereld Draait Door. Ja, het tweede incident, dat betrof de koningin zelf. Hè? Namelijk dat om de zoveel tijd brengen Kamerleden een bezoek aan de koningin. En dan maken ze heel gezellig vrolijke praatjes met de koningin, hè, alsof we allemaal vriendinnen van elkaar zijn of vrienden. Maar de afspraak is, je mag niks vertellen van wat de koningin heeft medegedeeld.
En toen kwam die bus, die kwam terug. Ik neem aan, ergens op het Binnenhof of waar dan ook maar. En wie stond daar? Frits Wester. Ja, en die zei, ik geloof de eerste die uitstapt of de tweede die uitstapt was Arend Jan. En Frits Wester die zei van, en had de koningin nog iets interessants mee te delen. En Arend Jan zei zoiets in de geest van, nou moet je eens horen wat ze zei. Maar mijn zonen die gaan niet in Amsterdam uit, die criminele rotstad. Dit is parafrase, maar laat ik dat erbij zeggen. In die criminele rotstad, mijn zonen gaan tegenwoordig in Londen uit. Het is een veel prettige stad en zo. De kans dat je daar onmiddellijk vermoord wordt is veel kleiner dan in Amsterdam. Zoiets was het. Dus ja, toen overtrad hij dus onmiddellijk de regel dat je niet uit de school mocht klappen over de opmerkingen van de majesteit. En dat was, nou ja, dat was volgens mij de doodsteek voor Arend Jan als Kamerlid. Ik hoop dat het zo gegaan is, dat ik het uit mijn herinnering goed vertel. Maar dat Arend Jan een gelukkiger mens is in zijn huidige functie dan als Kamerlid, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. Maar wist hij dat niet, dat die regel er was? Of was het in de spontaniteit weer? Ja, weet, ja precies. Het was gewoon spontaan. Ja, ja, ja. Had een leuk verhaal gehoord van de koningin. Die van, ja, je weet hoe ze praat. Hè? Een speciale deftige toon. Dus hij wou dat dol aan Frits Wester vertellen. Die ja. Het wel wilde horen. Frits vond het natuurlijk geweldig. Want hij wist dat natuurlijk. Verder, het sloeg verder nergens. Ik geloof dat het over het uitgaan ging. Ja, ja. Frits had trouwens van de week bij Kaag en Schaar meegenomen, hè, naar de persconferentie. Ja. Heb je dat gehoord? Die zat dat, daar met dat verhaal heb ik gehoord. Dat vind ik niet in orde. Nee. Hij heeft ook heel veel kritiek gehad daarna. En volkomen terecht ook. Heeft hij geen zak mee te maken. 0,0. Voor de mensen die het gemist hebben, Frits Wester is op vrijdag altijd bij het persgesprek. Hè? En volgens mij Rutte was er nu niet. En maar Kaag stond er als vicepremier. En toen vroeg hij, ik heb hier een schaar, wilde ook een stuk van uw haar afknippen. Dit in verband met die Iraanse troubles. Laten we hopen dat al die klote moela's nou eens weggejaagd worden. En allemaal bij elkaar in een klooster de rest van hun leven smerig eten gaan eten. Zoiets in ieder geval. Je moet een staat niet laten runnen door priesters. Dat is ook al een onding natuurlijk. Ideologen, priesters. Iedereen die denkt dat hij het om wat voor duistere reden dan ook allemaal zeker weet, die moet je daar nooit voor inhuren. Kijk eens wat een ellende die moela's dat Iran hebben bezorgd. Dat is toch treurig. Niet waar? Maar goed, ja, daar ging het eigenlijk over, omdat wie had ook weer als voorbeeld haar haar afgeknipt? Was dat niet Truss? Dat zou best kunnen. Je bedoelt een politiek. Ik weet dat er natuurlijk ook mediapersoonlijkheden zijn die dat gedaan hebben, genoeg. Maar dat zou best kunnen. Oh, ik weet het. Nou, ik weet het niet goed. Ik weet het niet precies. Hoe dan ook, nogmaals, ik vind dat geen sympathiek gebaar van Wester. Maar ja, Wester hoort wel tot de brigade van die personen is van, hoe wij het nieuws halen kan ons verder geen bal schelen, maar we moeten het wel halen. Er moet wel vanavond gezegd worden in de Nederlandse huiskamers. Zo, dat had die Westers toch, die had die Kaag goed terug, hè? Die Kaag, hè, die dat hypocriete mens, hè, die alles beter weet dan wij. En, nou ja, dat was het toch een beetje, ik vind. Ik vind Wester wel, hij is niet heel vaak in het nieuws met dit soort dingen. Het is op zichzelf een beste man, maar had dit niet moeten doen. Nee, hij heeft toen ook als eerste onthuld dat Willem-Alexander en Maxima verloofd waren. Nou ja, dat vind ik prima. Dat is mooi journalistiek werk. Dat is niet... Dit was treiteren. De schaar was treiteren. Hmm. Maar dat je vertelt dat het de aanstaande koning van Nederland een vriendin heeft, dat is geen treiteren, dat is journalistieke arbeid. Persoonlijk vind ik het totaal oninteressant. Ik zou pas lollen beginnen. Nou, nee, dat moet ik ook niet zeggen. Maar dat was de dag voordat het officieel bekend zou worden gemaakt. Hè? Ja, toen had hij het al. Prima, hij was kennelijk al. Hè. Hij heeft altijd hele goede contacten gehad. Ja, ja. Maar dit was niet in de haak. Nee. Goed, ik snap wel een beetje hoe dat gaat. Zij zitten natuurlijk op de redactie te denken van hoe kunnen we nou... Ja, leuk. Waarschijnlijk dat een leuk dingetje. Hè? Ja. En sommige redactieleden hebben het Frits, doe dat nou niet. Dit is kinderachtig. Ja. Wat zou Marieke van der Zilver hebben gezegd? Want dat is een die collega. Die was er vast en zeker tegen. Want dat is een collega van Frits bij RTL en heeft de slimste gewonnen. Twee keer. Ja, die VIP-versie toch? Ja, die heeft ze ook gewonnen. Ja, zeker wel. Ja.
Ik zag ook nog een stukje van de slimste bij het televisiergala. Ja, daar hebben we al een hele middag aan besteed om dat op te nemen. Ja. Ja, ongelukkig wijs vroegen ze wat ik van die drie programma's vond. Waar, laat ik het nu maar even verklappen, nog nooit van gehoord had. De bevers? Het was niet een kwestie van dat ik het niet gezien had. Ik had er nooit van gehoord. Ja, ja. Ik ben geen tv-kijker. Nee. He, als ik een tv-kijker was, dan waren we elke week waren we met deze podcast in 5 minuten klaar. He, ja, wat zeg je dan? Nou, dan kun je er een kolompje tegenop gooien. Maar dan ben je wel klaar eigenlijk. Ja, maar even tot hier heb je toch wel eens gezien op zaterdag? Nee, nooit. Zit je vrouw dat nooit te kijken? Geen idee. Ze heeft nooit tegen mij gezegd, oh zo leuk dit of dat. Dus ik heb geen idee. Ik werk s'avonds. Ja, het klinkt eigenaardig, maar ik werk s'avonds. Ja, ja, je bent ook nooit te gast geweest. Je bent ook niet in het jachtseizoen, ben je ook nooit te gast geweest, denk ik, hè? Jachtseizoen, daar zou ik sowieso al niet heen willen, een jachtseizoen. Dan moet je op de vlucht en dan komen mensen achter je aan. En dan moet je... Dat ze toch allemaal niet voor flauwekul verzinnen op die televisie. De onbewoonde eilanden, het naaktlopen, het jachtseizoen. Zouden ze niet al die flauwekul niet een keer kunnen combineren in een soort superprogramma? Nou, waar al deze activiteiten gebundeld worden. Zingen, ja, niet te vergeten, ook zangen, exercitie, want dat moet wel in Nederland altijd gezongen worden. Hè? Ja. Ja, dat moet echt gebeuren. He, ook bijvoorbeeld zingen in vermomming, ook een gouden idee werkelijk. He. Ja, dat komt uit Azië, dat concept. Ja, dan moet je hem pakken en dan moeten ze raden wie daarin zit, ja. Zeker. Nou, dat is wel heel populair, moet ik zeggen. Daar heb ik wel eens een promo van gezien, zo. Dus dat je ziet, ik weet er wat van. Ja. Ja. Hoe heet dat ook alweer? The Masked Singer. The Masked Singer. Je wordt lacherig van al die programma's, word je toch bijvoorbeeld al lacherig. Ja, wat ik vaak genoeg gezegd heb, ik wil verder helemaal niet kwetsen bedoeld. Als je iets wil weten over de wereld, dan moet je niet naar de tv kijken. Nee. Het enige waar die tv goed voor is, dat moet ik toegeven, is dat je dan ziet hoe zo'n brug in elkaar geschoten wordt. Die brug naar de Krim, dat vind ik dan wel even... Ja, dat is spectaculair beeld. Maar goed, ik kan me... Als dat je dat beeld ziet, dat is toch anders dan je leest dat de brug getroffen werd door... Ja. Waarschijnlijk een exploderende vrachtauto. Ja. Maar stel je iemand voor die de hele dag op kantoor heeft gezeten in Excel-sheets en die komt s'avonds thuis. Nee, ik heb begrip voor mensen. Het is net als, als mensen high worden, als Verstappen wint. Ik vind het onbegrijpelijk, maar ik gun het ze graag. Het is niet een activiteit waarmee je andere mensen beschadigt of beledigt of wat dan ook. Nee. Nee. Dus laten ze vooral hun vreugde tonen op dit punt. Ja. Ik hoop wel volgend jaar, volgend seizoen iets meer spanning hè, bij die Formule 1. Want dit was wel heel makkelijk voor Verstappen. Als je natuurlijk iets zou weten van de Formule 1. Wat de meeste mensen helemaal niet doen. Omdat ze het feitelijk alleen interessant vinden als Nederlanders het zouden winnen. Is dat juist die dominantie van één bepaalde coureur. En merk dat een vrij karakteristiek element van de Formule 1 sport is eigenlijk sinds... De vroege jaren 50 eigenlijk al. Hè? Denk aan die fantastische dominantie van Mercedes in 55. Ja, dat vond ik een jongetje al verrekt opwindend, kan ik wel zeggen. Hè, waarbij dus eigenlijk de Duitse industrie voor het eerst liet zien, we're back. Hè? En het hele veld verpletteren en laten zien eigenlijk hoe... Met name de andere merken, ja, lang en breed dreven op allerlei oude rommel die in feite niet zoveel voorstelde. En dan komen die Mercedes-lui en die verpletteren eigenlijk wat er is. Ja. Dan gebeurt dat gruwelijke ongeluk in Le Mans, maar goed, even. Nou ja, denk aan Schumacher, die ook 7 wereldtitels gereden heeft. Hamilton heeft 7 wereldtitels. En nu hebben we dus de tijdperk Verstappen de komende jaren, denk jij? Ja, als zij die motor op peil weten te houden, want dat gaat, dacht ik, volgend jaar een probleem worden. Bij mijn weten wou Toyota Honda ermee stoppen. Dus ja, dan moet je of iemand anders bereiden. Maar met zo'n succes stoppen ze er toch niet mee? Dit is voor hen toch ook goed? Nou, zullen we dan een onderzoekje doen naar mensen die hier voorbij komen? Dan vragen we wat voor motor zit er in die Red Bull Racing Cars en wie maakt dat ding? Nou, denk je hoeveel mensen zouden weten dat daar een Honda motor in zit? Ja, maar dan kunnen ze misschien wel een deal maken dat ze zeggen we willen prominenter genoemd worden. Dat voor ons ook positief is. Jij vindt het wel fijn als ze toch met Honda doorgaan.
Oké. Okay. Nee, nogmaals, de dominantie van één team en met in combi met een rijder is een vrij normaal Formule 1 verschijnsel. Oké. Okay. Die Schumacher, ligt hij nog steeds in coma eigenlijk? Ik dacht het wel, ja. Vraag ik me nu opeens af. Wat er voor zin heeft, dat weet ik ook niet precies. Daar heb je nooit meer wat van gehoord. Maar... Is hij niet... Leeft hij wel nog? Ja, dan zit er nu enorm over te pieken. Oké, dit moeten we even opzoeken. Dit weten we daar niet. Nou, we het vooral even opzoeken. Ja, dit laten we even in het midden. Of dat zo is. Er is een meneer in Roermond, die zit altijd te luisteren. Die heeft altijd Formule 1 opmerkingen. Die kan misschien hier wel even op reageren. Nou ja, je kunt ook denken aan constructeurs natuurlijk. Neem Lotus, waar ik altijd enorm van onder de indruk was. Omdat het iemand was die Colin Chapman, de ontwerper van de Lotus. En zowel gewone personenauto's die je kon kopen. Nog steeds, geloof ik. En ook raceauto's. Die heeft er, dat is zeker een anderhalf decennium, een heel overheersende rol gespeeld als de boel een beetje liep. Omdat die auto's superieur waren. Ja, ja. Nog even één dingetje onder het kopje politiek. Dat is de nieuwe voorzitter van de VVD. Ja. Dat is niet onder hoes geworden. Ja. Nou, het levert de VVD die in ieder geval iets origineels heeft gedaan. En laten we nou hopen, want deze meneer zei de VVD was een melige klapmachine geworden. Erik nog wat heet hij volgens mij. Waar ze ook een waardeloze muziek spelen bij die bijeenkomsten. Laat ik dat er nog even bij zeggen. Hoe weet je dat? Ben je er eens geweest? Nee, dat heb ik gezien op de televisie. Oh, oké. Okay. Dat is een ongelooflijk fijn televisiemomentje. Daar heb ik het toch wel eens over gereflecteerd. Nee, dat ken ik niet. Ik moet even, het is heerlijk herfst weer, dus ik moet even de raampjes dicht doen. Wat voor moment is dat dan? Nou ja, hoe heet het? Er is zo'n VVD-bijeenkomst. Ik denk een partijdag of zo. En daar hebben de toppers opgetreden. Oh ja, ja, die Gordon. En daar staan Mark Rutte en Frits Bolkestein staan samen op het toneel. En dan zegt Mark Rutte, wat een heerlijke muziek of woorden van dergelijke strekking. Dit is nu de muziek van de VVD. En je ziet dat er een koude rilling over de rug van Frits Bolkestein. Dit is nu de muziek van de VVD. Hij sterft 1000 doden bij dat idee. En daar had ik wel begrip voor, eerlijk gezegd. Ja. Ja, toch een min of meer elitair. Maar ja, het is natuurlijk al lang een elitaire partij, meneer. Beetje elitair kan ook niet kwaad. Hè? Maar je vindt die nieuwe voorzitter vind je een goede zet? Ja, wacht even. Ik vond het. Het partijbestuur had hem niet voorgedragen, begreep ik. Ze hadden Hoes voorgedragen. Precies. Dat was de favoriet. Ja, zeker. En die moet natuurlijk altijd. Maar die moet de hele rest van zijn leven goed maken. Wat hij eerder verkeerd had gedaan. Dus dat is in principe geen sterke kandidaat. En als burgemeester in Maastricht bedoel je? Je kan niet zeggen van toedeloedel. Dat hij dat heeft laten lopen. En dat hij dat opgeofferd heeft voor die. Dat vervelende jongetje waarmee die geloof ik ook gefilmd werd. Ja. Jongen, ik heb dat werkvertrek gezien op het stadhuis in Maastricht. Daar zei je een moord voor doen. Ik moet zeggen dat ik en in Maastricht dacht, en in Rotterdam. Dacht, jongen, zo'n werkvertrek, dat zou ik ook wel hebben. In Rotterdam zou ik Wilhelmina eruit flikkeren, maar wat een fijn vertrek. Heerlijk werkelijk. Het ligt in Maastricht midden op dat plein. Hè? Het is een heel mooi stadhuis natuurlijk. Ja. Ik zou natuurlijk mijn broer zou me vermoorden dat ik vergeten ben wie het ontworpen heeft. Van Kampen, maar ik weet het niet. En er schijnt ook een tunnel te lopen tussen het traditionele stadhuis en zeg maar het modernere gemeentehuis waar iemand iets verderop ligt. Oh, nou, van geheime tunnels zijn wij toen niet op de hoogte gebracht. Dat vertrek dacht ik van. Dat je dit opgeeft. Ja, maar hij moest weg, hè? Voor een klein beetje goedkope seks. Ja, maar ja, hij moest op een gegeven moment weg. Nee, ik weet het. Hij had beloofd het nooit meer te doen. Toen deed hij het toch. Nou ja, dat is allemaal niet zo verstandig natuurlijk. Als ik het me goed herinner. En daar stond ook dreigend bij in de krant. Ik weet niet welke krant. Dat het wel zaak was dat hij een opvolger van Rutte gaat zoeken. Aangezien Rutte zelf dat op geheimzinnige wijze weet te saboteren. Niet waar, dat er eigenlijk nooit een opvolger van Rutte in zicht is. Waardoor je dan natuurlijk denkt, ja, godsnaam, dan maar weer Rutte. Hè? Ja, dat ze zelf niet op het idee zijn gekomen om een Remkes te maken, daar begrijp ik niks van. Misschien komt dat nu, dat die voorzitter denkt, we moeten Remkes pakken. Ja, als ik Rutte was, dan zou ik het wel weten. Dan zou ik morgen aftreden en Remkes benoemen tot minister-president.
Ja. Maar het was Remkes ook alweer voor minister. Was dat niet Veiligheid en Justitie wat hij heeft gehad? Ja, Binnenlandse Zaken. Oh, Binnenlandse Zaken. Ja, maar ik geef het je van beter. Ik weet het niet precies. Nee. Hij werd in kopspijkers ook altijd nagedaan met zo'n sigaretje inderdaad, ja. Ja, het is een rustige man als ik het goed begrepen heb. Ja. Maar het is wel interessant hoe dat is gegaan met die voorzitter. Want inderdaad, een van de belangrijke taken is een opvolger zoeken van Rutte. En er waren eerst 3 kandidaten. Hè? Maar die derde kandidaat heeft gezegd, ik stop ermee, ik schaar me helemaal achter kandidaat nummer 2. En die heeft ook gezegd, we stellen de leden centraal. De leden moeten centraal staan. Ja, wel van de leden nog de helft nog niet eens had gestemd, begreep ik. Is dat zo? Ja. Okay. Maar over het feit dat nog de helft nog niet eens had gestemd, daar waren ze toch al enorm tevreden mee. Dus kennelijk is het normaal zo dat bij dit type van partijverkiezingen, dat de opkomst miserabel is. Ja. Ja, het is natuurlijk hetzelfde probleem, natuurlijk een beetje wat je in Engeland hebt, waar Boris natuurlijk vervangen is door Truss. En in feite kiest dat een hele kleine groep van aardsconservatieve Tories, kiest dus de nieuwe minister-president. Het is een hele ondemocratische gang van zaken. En ja, in een beetje een parlementair systeem zou ik zeggen, zijn nieuwe verkiezingen noodzakelijk. Ja. Zeker als het om de prime minister gaat. Ja. Kijk, dat je nog eens wat kabinetsleden laat struikelen alleen, maar de prime minister is toch wel iemand die, laten we zeggen, de toon zet. Ja. Een van de vragen van luisteraars was op dit punt van hoe komt die hoes toch iedere keer weer in beeld? Want hij was toen bij de NVM de voorzitter. Dat heeft hij volgens mij nu moeten neerleggen omdat hij hier aan meedeed. Nu was hij hier tijdelijk voorzitter van de VVD. Hij deed wel mee die wedstrijd. Maar hij heeft, dacht ik, ook tijdelijk de burgemeestersposten gedaan. In Haarlem inderdaad, ja, dat klopt, ja. Ja, ik zou zeggen, iedereen heeft er recht op dat hem zijn zonden vergeven worden. Vond die zonden in de tijd vrij stom, om een eerlijke waarheid te zeggen. Zeker als je het voor de tweede keer in de fout gaat. Maar voor de rest, je zegt het is verkeerd, hij is gestraft. Hij is uit dat prachtige vertrek in Maastricht gejaagd. Hè? Dan moet je hem ook de ruimte geven om. Ik vind het ook niet weer iets waardoor je zegt, die man nooit meer ergens aan de knoppen zitten. Kijk, wat mensen misschien een beetje doorzichtig vinden, is dat hij nu op deze positie terecht wilde komen om daarna minister te worden in het volgende kabinet. Want die Christiane was hiervoor de voorzitter, die is nu ook minister in. Oh, nou, dat was misschien, dat weet ik niet. Ja, je zult toch maar de ambitie hebben om minister te worden in een kabinet met Mark Rutte. Ja, ik zou dat niet willen. Kijk, als nou Remkes wordt benoemd, dan zou ik eventueel bereid zijn in een eventueel extra parlementair bejaardenkabinet een rol te spelen. Maar met Rutte zou ik niet in een kabinet. Het is een hele leuke man. Rutte is een ontzettend aardige man. Maar die natuurlijk van zijn afgelopen premierschappen niet veel terechtgebracht heeft. Het vorige kabinet was niet groot. Rutte 2 heeft dramatische ellende veroorzaakt. Rutte 1 was ronduit beschamend. En nu zitten we met Rutte 4. Ja. En tot op heden, laten we eerlijk zijn, is het niet een indrukwekkende show geweest. In 2 minutes we start bombing the Soviet Union. Ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn, moet dit veranderd worden. Want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Maarten over de geschiedenis van China. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Download het luisterboek via de link in de show notes. Ali Niknam van Bunk ergert zich aan de Nederlandse bank. Daarover vertelt hij in de podcast Sea Level. Het linkje staat in de beschrijving.